pand zelf dateert van 1998 al. Dus was effectief toe aan een volledige refurb. En anderzijds was ons warehouse eigenlijk te klein om de groei in business die we waarmaakten te blijven bewerkstelligen. Er zijn eigenlijk een aantal componenten. Enerzijds hebben we een uitbreiding van ons magazijn met een 3400 vierkante meter. Daarnaast zijn we ook volop bezig met het huidige magazijn een upgrade te geven. En de derde component zijn onze kantoren, die we ook een volledige upgrade geven om ervoor te zorgen dat het lichter is, moderner is en een aangename plek voor te werken. Het is voor WDP enorm belangrijk om in te zetten op renovatie, omdat nieuwe gronden om nieuwe projecten op te realiseren steeds schaarser worden en het bestaande patrimonium veroudert, waardoor dat grootschalige renovaties eigenlijk meer en meer voor de hand liggen. We zijn momenteel in de fase van de afwerking van het kantoor. We hebben het gebouw quasi gestript. Vervolgens zijn wij aan de slag gegaan met nieuwe technieken, nieuwe elektriciteit, nieuwe HVAC, nieuwe LED-verlichting, nieuwe koepels in het dak enzovoort. We moeten ervoor zorgen dat iets is dat jong talent kan aantrekken, maar ook die Synnex aantrekkelijk maakt als werkgever. Zodat mensen niet alleen komen om te werken, maar ook als ze met de fiets komen, een douche kunnen nemen, de kleedkamers gebruiken. Dat we echt een aantrekkelijke werkgever blijven, moving forward.